Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van de Roy Fotografie. In deze video ga ik het hebben over een handige tip die je kan toepassen als je de Lightroom CC app gebruikt op je smartphone om foto's mee te bewerken. Misschien dat je wel aan smartphone fotografie doet en dat je die foto's af en toe bewerkt in bijvoorbeeld de Lightroom CC app. In deze video ga je dus een handige tip krijgen die het werken in de app een stukje makkelijker maakt. Kijk mee en hopelijk leer je weer iets nieuws. De mogelijkheden van fotobewerking zijn in de laatste jaren toch wel enorm toegenomen op de smartphone. En natuurlijk is het nog steeds niet ideaal, scherm is niet gekalibreerd. Maar voor smartphonefoto's, je kan de foto's wel net even iets beter maken, iets mooier maken. Nou, ik zit hier in de Lightroom CC app, waarin je zowel foto's kunt maken, maar ook dus heel goed foto's kan bewerken, waar Lightroom natuurlijk goed in is. Een handige tip die ik direct wil meegeven is, in principe hou je je telefoon zo in je hand, maar voor de fotobewerking wat ik fijner vind is om je scherm te draaien. Zoals je ziet wordt het scherm wat bruikbaarder, omdat de foto wat groter in beeld is, maar ook de hoeveelheid sliders die je aan de rechterzijde ziet is wat uitgebreider. Dan laten we gewoon even aan de slag gaan met deze foto. Ik ga de hooglicht een klein beetje in de min zetten. Maar wat denk ik het mooiste is voor deze foto is om te kijken wat het doet als we het om gaan zetten naar een zwart-wit foto. Nou, we kunnen daar misschien wat presets voor gebruiken. Kijk, dan hebben we gelijk al een goed startpunt. En op zich ziet deze wel aardig uit, met name omdat het midden erg licht is, waar het gebouw is. Deze heeft ook wel een mooi contrast, maar hier vind ik het gebouw net wat te donker. Dus ik ga hiervoor, zodat juist het gebouw in de reflectie van het gebouw in het plasje water iets meer opvalt. Dus nu hebben we gelijk een goed startpunt. En de preset vind je bij het derde icoontje rechtsbovenin. Daar zitten de presets. Nou, nu kan je de belichting natuurlijk nog wat verder gaan optimaliseren. Je ziet al dat er aanpassingen gemaakt zijn, wat natuurlijk te maken heeft met de preset die toegepast is. Ik ga kijken wat er gebeurt als ik het contrast nog iets verhoog. Dat heeft wel een goed effect in deze foto. De donkere tint wil ik iets donkerder hebben. Eigenlijk ben je zo al heel erg op de goede weg en heb je binnen no time al een hele mooie foto bereikt. Even kijken wat een vignetje doet. We kunnen de hoek wel iets donkerder maken. Je ziet met name de rechterbovenhoek is nog vrij licht. En die wordt hierdoor iets donkerder gemaakt. Dus het vignet heeft ook wel een mooi effect. Nou, dit is even een handige tip voor het bewerken van foto's. In de Lightroom app kantel je scherm. Het scherm is veel bruikbaarder, waardoor je de opties makkelijker kunt instellen en je uiteindelijk ook iets minder hoeft te scrollen, omdat het aantal schuifbalkjes wat je te zien krijgt, past er meer in het scherm dan wanneer je het scherm in de portretstand houdt. Dus in de normale stand, zoals je het normaal gesproken in je hand hebt. Fotobewerking op de smartphone is dus tegenwoordig vrij goed mogelijk, zeker aan te raden met de foto's die je maakt met smartphones. Ze worden al heel snel net een stukje beter en je kan er ook hele leuke effecten mee creëren, zoals het omzetten naar zwart-wit. Maar het kan ook natuurlijk een ander kleurtje hebben, zoals meer een sepia-foto, wat natuurlijk ook goed kan werken voor veel foto's. Hopelijk heb je weer wat geleerd van deze video en tot de volgende keer.